dat je hetzelfde verdient als je collega op de bouwplaats. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Heel lang was dat niet zo. Nu is er gestemd over de nieuwe detacheringsrichtlijn. Er is jaren aan gewerkt. Ik heb ervoor gelobbyd toen ik minister was. Agnes Jongerius heeft een glansrol gespeeld in het Europees Parlement. Niet in Europa voor alleen markt en munt, maar in Europa wat zich om mensen bekommert. Dat ervoor zorgt dat mensen sociaal behandeld worden. Een sociaal Europa, dat is waar wij hier naar streven. Dat betekent bijvoorbeeld dat een constructie waarbij men alsmaar mensen haalt uit Oost-Europa, niet omdat ze beter zijn of harder werken, maar omdat ze goedkoper zijn dan een Nederlander mag zijn, dat ophoudt. En dat is in het belang van kleine bedrijven die gewoon met lokale werknemers werken. Het is in het belang van Nederlandse werkzoekenden, omdat ze een eerlijke kans hebben op een baan. Het is enorm belangrijk dat collega's die naast elkaar aan het werk zijn, collega's kunnen zijn en niet elkaars concurrenten. Nu is het zover. Een groot goed dat mensen voor hetzelfde werk hetzelfde fatsoenlijke loon gaan ontvangen. Ik ben er ongelooflijk trots op.